Dinsdag 22 mei van vorig jaar werd in België het lichaam gevonden van deze man, de 57-jarige Engelsman Kevin Berenger. Duidelijk een misdrijf. Berenger was door zijn hoofd geschoten en zijn lichaam was in een kanaal gegooid. Bij ons uit België, meneer Van Poeken, welkom. Om de dader of de daders te vinden, probeert u meer over het slachtoffer te weten te komen. En het slachtoffer blijkt banden met Nederland te hebben. Dat klopt. De man is geboren in Birmingham in Groot-Brittannië. Maar in 1994 is hij via België in Nederland terechtgekomen. Hij is niet getrouwd hier in Nederland, maar hij had wel kinderen bij twee vrouwen. Die vrouwen wonen nu nog in de omgeving van Heerlen en Uithoorn. En hij had ook bekenden in Kerkrade en Valkenswaard in Noord-Brabant. En we komen graag in contact met mensen die hem dus gekend hebben om een beter beeld van hem te krijgen. En dan belt u natuurlijk de tiplijn. Er is nog een vraag die u graag wil stellen, want u weet nog niet precies waar en wanneer Kevin Berenger voor het laatst in leven is gezien. Nee, we willen dus ook mensen spreken die hem kort voor zijn dood nog gezien hebben, gesproken hebben. Want het enige wat we zeker weten is dat Kevin Berenger op 22 mei, kort voor de middag, gevonden is in het kanaal naar Beverlo in Balen in België. Dat is niet zo ver van de Nederlandse grens. Een voorbijrijdende fietser zag toen het lichaam drijven ter hoogte van de Kapelstraat in Balen. Dat is dus een belangrijke plek. Er is nog een plek die misschien met de moord te maken heeft. Dat klopt. De dag voordien, op 21 mei, tegen middernacht, kwam er een oproep binnen bij de brandweer dat er een auto in brand stond in Diel bij Dessel. Daar in de buurt, op het moment van de brand, zijn ook schoten gehoord. Dus de kans bestaat wel dat Kevin Berenger daar op die dag vermoord is. Mogelijk is hij dus vermoord bij Dessel. Hij is gevonden in Balen. Dat ligt ook niet zo ver bij elkaar vandaan, toch? Dat is ongeveer 10 kilometer uit elkaar. We weten wel waar hij gevonden is, maar uiteraard niet waar hij in het water gegooid is. Dat kan in Balen zijn, maar hij kan ook natuurlijk afgedreven zijn tot daar. En we willen dus graag contact hebben ook met mensen die in Balen of in Diel iets gezien hebben op dat moment. En die iets meer weten over die feiten. Het is natuurlijk al een tijdje geleden, maar er is één heel concreet aanknopingspunt. Dat is die uitgebrande auto die is achtergebleven. Dat klopt. Dat was een Audi RS4 Avant Quattro. En die is op 8 september 2011, dus een paar maanden voordien, in Breda gestolen. Nu, op het moment van het branden waren er geen nummerplaten meer op die wagen. En we willen dus wel weten, graag weten, de originele nummerplaat is teruggevonden in maart 2012, dus net voor de feiten. En we willen dus graag weten waar die wagen was tussen september 2011 en maart 2012. En misschien is er nadien nog meer rondgereden met andere nummerplaten. U weet eigenlijk niet precies, die Audi is dus belangrijk, maar u weet niet omdat die belangrijk is omdat die van de dader of de dader is geweest of van Kevin Berenger zelf? Nee, we weten dus niet wie voor de moord op Kevin Berenger met die wagen reed. Dat kan hij zelf geweest zijn, maar eventueel ook één of meerdere daders. Heeft u de 57-jarige Kevin Berenger persoonlijk gekend of heeft u informatie over hem of over die grijze Audi? Bel dan. Dat kan naar de tiplijn, naar M of naar de criminele inlichtingeneenheid. Het nummer van de opsporingstiplijn is natuurlijk 0860-70. En kijkers vanuit België kunnen terecht bij het volgende nummer. Dat is namelijk 0800-30-300.